Lichaam Anne Faber ligt vermoedelijk in Zeewolde. En slachtofferskamp Amersfoort herdacht met stille tocht. Goedenavond, u kijkt naar U-nieuws. Het lichaam van Anne Faber ligt vermoedelijk in Zeewolde. De politie heeft concrete aanwijzingen en heeft de hele dag op één plek onderzoek gedaan. Ja, dat was dus afgelopen middag toen er mannen in witte pakken verschenen daar in Zeewolde. Ook kwam er een schouwarts ter plekke. Die zien we hier aankomen en verschillende mensen in witte pakken hebben een stukje verder op een afgesloten gebied onderzoek gedaan. Politie was daar ook aanwezig en wil in principe geen details geven, maar wilde wel met ons praten. We zijn hier aan het zoeken omdat we afgelopen nacht informatie hebben binnengekregen, onderzoeksinformatie. En dat heeft uiteindelijk geleid naar dit gebied hier achter mij. En we hebben het sterke vermoeden dat op een bepaalde specifieke plek hier het lichaam van Anne is. Is er al iets gevonden? Nee, we zijn heel druk bezig met de forensische recherche. Maar je moet je voorstellen dat we eerst de omgeving goed onderzoeken. Je wil daar geen spoor van missen. En uiteindelijk zullen we langzaam toewerken naar die specifieke plek. En daar zijn de forensische rechercheurs nu mee bezig. Is er informatie gekomen uit het gesprek met de verdachte Michael P.? Hoe we aan de informatie gekomen zijn, dat kan ik helaas niet met u delen. Ik begrijp de vraag wel, maar dat maakt echt deel uit van het onderzoek. Hoe pakken jullie het aan vandaag? We gaan echt heel grondig te werk. Ik zeg zorgvuldigheid voor snelheid. Dus die forensisch rechercheurs samen met experts van het NIV zullen dat gebied en die specifieke plek echt heel zorgvuldig gaan onderzoeken. En dan stapje voor stapje hopen wij natuurlijk het liefst natuurlijk zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen. Kunt u wel zeggen of dat vandaag die meer duidelijkheid komt? Zodra er duidelijkheid komt, wij willen natuurlijk wel zorgen dat het heel zorgvuldig gebeurt. Maar dan zullen we natuurlijk eerst die familie gaan informeren. Want die mensen willen we zo snel mogelijk duidelijkheid geven. Maar ik kan er geen tijdsindicatie aan geven. Dit gaat echt nog wel even een paar uur duren. Dat denk ik wel. Ja, vervolgens is er ook urenlang gezocht in het dicht beboste gebied daar in Zeewolde. Bij het Nulderpad is de afgelopen tijd gezocht. Het is een uitgebreid gebied. En de politie heeft dus wel aanwijzingen om op één specifieke plek te zoeken. En vermoedelijk ligt daar dus het lichaam van Anne Faber. De verdachte Michael P. moest vandaag voorkomen. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. Nou, waarschijnlijk gaat er dus snel meer duidelijk worden over een drama dat bijna het hele land 2 weken in zijn greep heeft gehouden. Er is een persconferentie later vanavond in Zeewolde en daar zijn wij met RTV Utrecht uiteraard ook bij. En zometeen in U Vandaag praten we ook uitgebreid verder over Anne Faber. Utrecht is begonnen met de stad aardgasvrij maken. Bij ruim 6.500 woningen in Overvecht wordt de gasaansluiting vervangen door een duurzaam alternatief. Het college heeft met netbeheerder Stedin over Overvecht Noord gekozen vanwege de verouderde gasleidingen. En hoeveel het duurzame alternatief gaat kosten is nog niet bekend. De gemeente gaat samen met de eigenaren van de woningen kijken wat er mogelijk is. Nou, het zal steeds van de gebouweigenaar zelf afhangen hoe hij dat zelf met zijn pand wil regelen. Dus soms zijn dat grote partijen, grote vastgoedeigenaren en soms zijn dat gewoon particulieren. En wij gaan als gemeente ons vooral inspannen dat er goede aanbiedingen komen. Want die zijn er nu nog te weinig. En dit idee is in lijn met de landelijke doelstelling. In 2050 moet heel Nederland aardgasvrij zijn. Bij een pizzeria aan de Rubenslaan in Utrecht was vanmorgen vroeg een explosie. Door de klap is een ruit gesprongen en lagen de pizzadozen verspreid op de stoep. De brandweer heeft niets gevaarlijks gevonden, maar ook wel een sterke benzinelucht. Vermoedelijk zijn lekkende bezorgscooters de oorzaak. In de populairste regio's van Nederland zijn te weinig beschikbare woningen om aan de vraag te voldoen. Blijkt uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Zo werden in en om Utrecht en Amersfoort in het derde kwartaal 7-8% minder woningen verkocht dan een jaar eerder. Kopers betalen wel steeds meer voor een woning. Vodafone Ziggo heeft voor zijn nieuwe hoofdkantoor gekozen voor het centrum van Utrecht. Het wordt volgens het bedrijf een state-of-the-art kantoor met een open en toegankelijke uitstraling. Het pand komt naast een van de ingangen van Hoog Catharijne. Vanaf oktober volgend jaar werken er ruim 1400 mensen. Een jaar lang gratis donuts. Genoeg reden voor een flinke mensenmenigte om de hele nacht in de rij te gaan liggen bij de nieuwe vestiging van Dunkin' Donuts op het Vredenburg in Utrecht. Het is de eerste vestiging van deze Amerikaanse winkelketen in Utrecht. De eerste 100 klanten hebben een jaar lang gratis donuts cadeau gekregen. In Amersfoort is een stille tocht gehouden voor de gevangenen die werden afgevoerd vanuit kamp Amersfoort in de Tweede Wereldoorlog.
Het was gisteren 73 jaar geleden dat een grote groep mannen lopend naar het station moest om vervolgens te worden gedeporteerd naar Nazi-Duitsland. 300 mensen liepen gisteravond mee in de stille tocht van Kamp Amersfoort naar het station. Ze herdenken de gevangenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog afgevoerd werden. Mijn dochter ligt nu bij mijn vader en ik ben dankbaar aan ook mijn zoon en mijn kleindochter dat die ook meelopen, dat die ook ervaren wat het geweest moet zijn voor die 1400 gevangenen dat hier dus deze weg gelopen hebben. Op 11 oktober 1944 moesten 1400 mannen van het kamp naar het station lopen. Ze werden op de trein gezet richting Nazi-Duitsland. De Muink heeft zijn vader nooit gekend, alleen van deze foto. Dat moet toch erg geweest zijn, dan omringd door al die SS'ers. Ze was geen ontsnapping mogelijk. Naast nabestaanden lopen ook de burgemeesters van Amersfoort, Leusden en Putten mee met de tocht. Dat we speciaal 11 oktober hebben uitgekozen, heeft natuurlijk alles te maken met dat grote transport, dat grootste transport, maar onder die 600 mannen uit Putten. En dat maakte het denk ik nog indrukwekkender. Het was niet de enige tocht vanuit kamp Amersfoort. Er werden hier met regelmaat die vreselijke tochten naar dat station gegaan, want het was wel de route naar de dood. Ook de vader van Jan de Muink overlijdt kort na de tocht. Nabestaanden zijn blij dat er nu een speciale herdenking is voor de afgevoerde gevangenen. Ik ben heel dankbaar dat ik gelopen ben. Dat geeft me echt een, dat geeft me toch rust. Dat geeft me eigenlijk een voldoening. Dan heb ik toch iets gedaan dat ook mijn vader gedaan heeft. En ik heb mijn vader nooit gekend. Je hebt geen vader een voorbeeld gehad, je hebt geen vader figuur gehad. En nu dit, dan denk ik, dat is toch goed dat dat kamp Amersfoort dat hij dat georganiseerd heeft. Kamp Amersfoort wil jaarlijks een stille tocht organiseren om die slachtoffers te herdenken. De rubberkorrels op de kunstgrasvelden in Barend blijven voorlopig toch liggen. Dat werd duidelijk tijdens een raadsvergadering. Begin dit jaar was er in heel Nederland paniek na een uitzending van het tv-programma Zembla. Hierin kwam naar voren dat de rubberkorrels kankerverwekkende stoffen zouden bevatten. Zolang deze onzekerheid heerst, zou ik als toxicoloog zeggen, ik zou niet spelen op die velden, omdat we gewoon onvoldoende de risico's kunnen inschatten. Een meerderheid van de raad in Baren vond toen dat de korrels uit voorzorg verwijderd moesten worden. Er is inderdaad een motie aangenomen in meerderheid, die is duidelijk. Wij zitten nu in het proces van uitvoering van de motie. Een van de onderdelen was namelijk om bodemonderzoek te laten doen. Dat bodemonderzoek is geweest en de resultaten daarvan die betekenen nu dat de ondergrond schoon is. Het verwijderen van de rubberkorrels kost 4 tot 6 ton. Nu het onderzoek laat zien dat de bodem schoon is, is er geen meerderheid meer voor het verwijderen van de rubberkorrels. Als je terugkijkt naar februari was er natuurlijk een hoop paniek of commotie, net hoe je het noemen wil. Het was heel actueel, het was heel veel onduidelijk en nu zie je gewoon heel langzaam steeds meer duidelijkheid ontstaan. Volgende week neemt de gemeenteraad een definitief besluit. En Barend was begin dit jaar de enige gemeente in de provincie die besloot het rubbergranulaat weg te halen. Dan krijgt u tot slot nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen tamelijk veel bewolking. Het blijft dan droog bij maximaal 19 graden. Tot zover uw nieuws. Blijf kijken, want ik ben zo bij u terug naar de reclame met u vandaag. En dan praten we over Anne Faber, want haar lichaam is vermoedelijk gevonden in Zeewolde. Dat dus zometeen hier op RTV Utrecht. Blijven kijken dus. Tot straks.